Nou, het is vandaag 15 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord en we zijn met onze jaarlijkse herdenking bezig. De man was van gouden woorden, van een soort profeet. Hij voorspelde over de islamisering dat het toe zou nemen. Hij hield van het volk, hij wilde alles doen voor het volk, hij was voor jongeren en voor ouderen. En dat je het vrije woord moet koesteren, dat is het belangrijkste wat je kan hebben. Hoe kan het dat we dan nu maar met 20 man zijn? Ja, dat mensen die zijn een beetje laks en die denken van we herdenken hem thuis wel. Maar Volkert van der Graaf die loopt alweer buiten? Volkert van der Graaf loopt weer buiten, ja. Maar ja, zo werkt dat kennelijk toch? Als je dus iemand vermoordt, hij had gewoon levenslang moeten krijgen. Ja. Pim Fortuyn werd vermoord door een gek. Die had in de politiek van Pim geen trek. Die werd na 12 jaar weer een vrij man. Wie snapt daar dan wat van? We zijn nog niet veel verder gekomen allemaal, maar de eerbetoon aan Pim Fortuyn, dat blijft. Het was de Jules Verne en de Crititula die ook alles vooruit zagen en hij zag dat ook allemaal van tevoren. Ja. Dus Pim Fortuyn, zijn graf is veel meer dan alleen maar zijn graf voor u? Ja, laat ik zeggen, het staat op zijn graf, de spreekbuis kan men wel vermoorden, maar de stem van een volk natuurlijk niet. Omdat we vooral in deze tijd van chaos politiek missen met sterke morele principes en integriteit. Dat moeten we niet hebben. Dat wekt geen vertrouwen bij de mensen.